Nou, lieve vrienden, we staan hier bij de haven van het Amstelmeer. En het Amstelmeer, dat ligt daarachter. Maar ja, ik kan niet verder komen dan die stenen pinguïns onder een snavel. En misschien dat het zo over het riet heen te zien is. Er komt ook nog daar ginds een bootje aan. Probeer wat in te zoomen, kijken of het lukken wil allemaal. Ja, dat... Hé, wie? Die boot. Ja? Duwtje. Ja, maar dat komt zo wel. Ik ben ingezoomd op het Amstelmeer nu. Dus ja, dat is dan het Amstelmeer. Verder dan... Hé, schat, we kunnen aan de andere kant. Kun je er wel langs, hè? Oh, maar aan de andere kant kan ik er wel langs, wordt er gezegd. Maar ja, nou even weer uitzoomen. Nou, mooi bootje. Johanna Diewertje, en wie die Joost mag het weten. En hier hoor je een hoop getuut. Maar ja, ik zal hem even weer omhoog doen, want er zijn mensen, nou ja, die willen er misschien niet op. Dus dan doe ik het even gewoon zo. Want er staan twee mensen. Bij Mary, en ik weet niet of die wel op de vlog willen, dus doen we het maar even niet. Wat was er? Aan de andere kant is een fietspad. Oh, aan de andere kant is een fietspad, wordt er gezegd door Mary. Althans. Je kan natuurlijk ook je bootjes doen. Ja, ja, inderdaad. Nou ja, we volgen gewoon Mary en Jaap. Daar gaan we mee. En ik ruim jullie eerst weer even op. Tot straks. Nou, en we zijn aan de andere kant van het Amstelmeer gekomen. En die laat ik jullie dus eventjes zien. Vanaf deze kant met een strandje erbij, zoals jullie zien. Lekker zanderig. En heerlijk. Moet je eens kijken. Het is hier genieten of niet dan, mensen? Willen jullie er ook op? Willen jullie er ook op? Ja, het komt niet alle minuut erop. Ik plan in. Mag ik een foto van jullie? Ja hoor, je mag een foto van mij. Ik film, dus jullie mogen een foto maken. Simpel. We komen uit een helder. Geweldig. Lekker. Nou, dit is een heel mooi gebied bij het Amstelmeer. En men die denkt dat je maar 20 kilometer weg kan komen met een scootmobiel. En hoe ver is dit? Moet je even kijken. Ik heb hem niet op nul gezet, er zijn bij mij 113. Maar wat zei je van de week? Rond 50 kilometer. Rond 50 kilometer dus. Vanaf Den Helder hier naartoe. Ja, ja. Nou, ik vind het geweldig. Ze zeggen... We moeten meenemen als we de schaar. Ja, ik sta nog ingezoomd op mezelf. Gaat weer goed. Rijden jullie heel Nederland door? Nou, nee hoor. Dat, ja, dan moet ik de trein erbij hebben. Maar in ieder geval, lieve vrienden, wij gaan weer verder. En ik zou zeggen, geniet nog verder van de rit via de CoPro. Die gaat zo weer aan. En is die leeg, doen we er een nieuwe batterij in. Ja, ja, zo doen we dat. Of niet dan? Ja, gelijk heb je. Zo is dat. Ik zou zeggen, tot later.
op de zee. Hoe geweldig is dat? Ik zie allemaal wel kleine vogeltjes, maar geen zeehondjes. Nee, eventjes inzoomen. Er ligt allemaal spul op het water, lijkt me, maar dat zijn vogeltjes, weet ik niet. Maar het is heel laag water op het moment. Verderop zie ik heel kleine golfjes waar het donker is. Dat zijn golfjes. En de rest, ja, het is heel laag momenteel. Maar je kan zien tot hoe ver het water kan komen. Ook dat, ja. En ja, achter me langs komt een wielrenners aan en er komt een auto aan. Dus ja, het is druk achter mij langs hier op de weg. Maar ik vind het zo gaaf, hè. Ben je bij de Waddenzee met je booster? Hoe doe je dat? Rijdend? Ja. Helemaal zelfrijdend. Ik vind het geweldig. Nou, lieve vrienden, tot straks maar weer.